iedereen had, had een probleem in Nederland en in de wereld. En dat hadden wij dus ook. Maar zeker de koren, de laatste periode, in de informatie van onze minister-president, de heer Rutte, ja, kwamen wij er als koren niet al te best af. En ja, dat was een hele een lastige, een hele vervelende. Alleen, ja, je hebt je te houden aan de regels en dat hebben we gedaan. Hoog is de zonde, laag is de vloer. Mooi is het meisje, maar lelijk is de boer. Mooi is het meisje. We hebben aan de leden gevraagd wie er wilde deelnemen. He, want niemand moet verplicht zijn om hier, te verschijnen. Nou ja, dat, je ziet het, het is een grote getale is men hier gekomen. We hebben zelfs nog mensen moeten afzeggen vanwege het feit dat we dan de anderhalve meter in ieder geval niet konden garanderen. Betekent dat dat het een goede tip is ook voor de andere koren die misschien worstelen met hetzelfde onderwerp? Ja, ik denk dat dat een hele goede tip is. Een aanrader om het zo maar te zeggen. En voor meerdere koren is dat ook vaak nog makkelijker. Omdat er zijn heel veel koren met minder leden. Wij hebben 60 man en dan ook nog een combo en een dirigent. En die moet je overal op een bepaalde ruimte moet je die kwijt kunnen. Maar er zijn koren bij van 20, 25 man. Nou, die laat je hier moeiteloos kwijt. Raak je hier moeiteloos kwijt. En je kunt ze in een tuin, een beetje grote tuin, raak je die ook kwijt. Dus ja, ik vind het een geweldige oplossing. Bij huis,